Welkom bij de laatste tempelgids van Daruk's Lied, de Sharolun tempel. Je ziet er alleen. Daar moeten we heen. En je kan het handigste gewoon alles vliegend doen. Dus zorg voor voldoende energie. Heb je niet je volledige energie mee, dan maak energie eten. Ook deze kun je dan toevallig klimmen, maar ook deze zit op een tijdlimiet. Dus ook voor het klimmen nog energie hebben. Ja. Oh, dit is mijn favoriet. Wee! En vanaf nu moet je redelijk vliegen. Nu wordt het spannend. Je kan het sneller dan ik deed, want ik maakte twee foutjes. Maar er zitten in deze races wel tijd voor kleine fouten. Ja. Dan het kan sneller, maar als je het fijner vindt om het er tussendoor even te klimmen en te coördineren. Ik maak er een foutje in, maar het mag, dan kan het. Nee, echt, er is een tempel in de buurt, hè? Oh. Denk je dat wij hier zijn? Geen idee. Anne krijgt hier dan, ik krijg nachtmerries van deze. Regelmatig hoor ik er s'nachts in de bed. Nee! Nee, Winkel! Rol! Dat is overdrijven, dat is niet waar. Maar Anne krijgt echt nachtmerries van dit ding. Ik vind hem meevallen. Kunnen we nu naar boven. Dit is het makkelijkere gedeelte. Kon je denken, wat is hier makkelijk aan? Niet dit. Gaan we hier achter. En goed kijken. Ja, je kan hier achter blijven. Goed kijken waar de volgende uitsteeksels komen. Doe niet dit. Fijn is wel, mocht je vallen, staan ze al klaar.
komt er nog een met de ziek nieuws. Oh, winkel! Ik wilde ze net zeggen, blijf dus zo hoog mogelijk, maar niet te hoog. Goed, laat jij zien hoe we het niet moeten doen. Nu ga ik een beetje voorwerk spelen. Als Linkel dat wilt vandaag. Want dames en heren, Grion is dus een ding. Nee, dat kan even niet. Dat hebben ze ingecalculeerd. Ik dacht dat dat kon, maar... Andere tempel. Ik klim hier meestal op om gewoon even mijn opties te bekijken. En mijn opties zijn om de kist te gaan halen. Iets nodig, denk ik. Goed zo. De ene keer blijf je er wel op staan, de ene keer niet. Maar dat is... Dat is aan jou. Nu kun je dat doen. Maar ben je nou niet zo bedreven met vliegen? Lager. Ja, oh Linkel, dat scheelde niks. We hebben nu al die vliegblokken niet meer nodig. Snap jullie al waarom Anne hier nachtmerries voor krijgt? Zo niet, dan zijn jullie met mij. Zo wel, dan zijn jullie met haar. Als mijn wachter zo'n vuur in dat ik zo'n blok vlieg. Nee, dat is niet mijn ding. Nee, dus deze zal ik altijd voor haar moeten doen. Ja, of oefening bij kunst. Maar... Oh ja, ik ben hierin geoefend omdat ik het zo vaak doe. Dan gaan we nu naar Rudania. We zien jullie daar zo. Ja, we maken ook een foto met Linkel natuurlijk. Maar we zien jullie daarna weer bij Rudania. Dag Linkel! Dag Linkel!